Oefentoets 3 MAVO, hoofdstuk 5, licht. Vraag 1a. Noteer 3 natuurlijke lichtbronnen. 1b. Noteer 3 kunstmatige lichtbronnen. 1c. Als je naar de kaars kijkt, zie je pijltjes staan bij de lichtstralen. Verklaar de richting. Vraag 2. Leg uit waarom iedereen deze parachute kan zien en gebruik het woord diffuus bij je uitleg. Vraag 3. Bestudeer de afbeelding links en verklaar vervolgens waarom de schaduw zo uitziet van die bomen rechts. Vraag 4. Je ziet hier het woord Malmberg. Wat is het juiste woord gespiegeld? Kies uit het rijtje rechts. Vraag 5. Leg uit wat de hoek van inval nou eigenlijk precies is. Wat is de definitie? 5b. Hoe groot is de hoek van inval bij onderstaande plaatje? 5c. Teken op je blaadje de situatie na met de teruggekaatste straal erbij. Geef ook de hoek van terugkaatsing even aan. Vraag 6. Hier hebben we Rick, die staat voor de spiegel. Hier is een bal. En Connie, die staat ongeveer hier. Nu is de vraag, hoe ziet Connie nou de bal via de spiegel? Dus Connie staat hier. We hebben een bal. Rick is niet meer van belang. Hoe ziet Connie de bal via de spiegel? Teken dat. 7. Hier kijkt een meneer in een spiegel. En dan krijgen we hier achter het gezichtsveld het hele gebied wat die meneer kan zien in de spiegel. Leg nou eens uit in welke stappen dat gezichtsveld is getekend. Je moet dat ook zelf kunnen doen namelijk. 8a. Noem de kleuren van het spectrum van wit licht. 8b noemt 2 toepassingen van infraroodstraling. 8c noemt 2 toepassingen van ultraviolette straling. 8d noemt een nadeel van UV-straling. 9. We hebben hier een wit shirt met verschillende kleuren letters en een witte lamp. Als er nu een rode lamp aangaat, welke kleur krijgt het witte shirt dan? En wat gebeurt er met de letters Nova, als er dus zuiver rood licht op schijnt? Noteer de kleuren hier. 10a. Leg uit op welke twee manieren je kan zien dat de onderstaande lens positief is. 10b. Leg uit wat er verandert met de brandpuntsafstand als de lens boller wordt. 10c. Hoe heet de bundel tussen de lens en het brandpunt? Hoe heet de bundel tussen de lens en het brandpunt? Dus hier. 11. Leg uit wat voor een lens onderstaande lens is. En 11b, hoe heet de bundel na breking met de lens? Wat is dit voor een type bundel? Dat is een naam voor. 12. Is dit een bolle of een holle lens? Leg het ook uit. 13. Je ziet hier een pijltje staan. Lens, brandpunten. Construeer nou het beeld van het pijltje met behulp van de constructiestralen. 14a. Hier zien we een pijltje. Voorwerp L1, L2. Beeld B1, B2. Nou, we zien een hele hoop lichtstralen. Welke zijn nou de constructiestralen die nodig zijn om het beeld te tekenen? Welke van deze 4? B. Er zijn ook 2 stralen vanuit L1 waar geen regeltje voor is. Dus er zijn 2 stralen hier waar geen regel voor is. Hoe weet je nou waar die naartoe gaan? Op een zomerse dag duurde 10 minuten voor mijn huid rood begint te kleuren. Ik smeer me in met factor 8. Hoe lang mag ik in de zon?
16. Leg uit wat in onderstaande afbeelding de voorwerpsafstand is. Dus we hebben een kaars, een lens en een scherm. En iets erop. Waar zit de voorwerpsafstand en waar zit de beeldafstand? B. Welke twee dingen vallen op aan het beeld? 17. We zien hier een oog, licht dat erop valt. Een beeld. 17a. Leg uit waar het beeld bij een oog terechtkomt. Hoe heet die plek? 17b. Wat is de functie van de pupil in je oog? 18. We zien hier een meneer staan. En vervolgens komt die meneer dichterbij. Leg uit wat er aan de hand, wat er aan de lens verandert om de man dichtbij nog steeds scherp te kunnen zien. Dus wat verandert er aan de ooglens om hem toch scherp te kunnen zien? Daar is ook een woord voor, probeer dat te noemen. 19. Leg het verschil uit tussen de oogafwijking bijziend en verziend. 20. A. In welke situatie wordt ver afgekeken? De eerste of de tweede? Hoe heet de oogafwijking waarbij het beeld voor het netvlies komt als je ver afkijkt? C. Kan deze persoon in de verte scherp zien? En bij D. Zien we een stukje. Leg uit waarom daar een holle lens wordt gekozen om de oogafwijking te corrigeren.